Mijn naam is Joseph Waars, augustus 2017. Hier functie even de gekregen raad tot 1. We gaan punt A bepalen dat de opdrachten in de twee delen even groot zijn. Dus die A gaan bepalen. Dat betekent dus dat als je de graal van 0 tot, van 0 tot A van x kwadraat te x neemt, moet dat gelijk zijn aan de graal van het getal A tot de waarde 1 x kwadraat x. Wat is de graal van x kwadraat x? Dat is x tot de derde gedeelte door 3, voor de formule net. Dat geeft dus x tot de derde gedeelte door 3 tussen de grenzen A en 0. Dus A en 0. Hier 0 schrijven en hier x tot de derde, gedeelte 3 tussen de grenzen 1 en a. Hier krijg je a tot de derde gedeelte 3. De 0 gaan we niet schrijven, want dat is gewoon toch 0, min 0 in feite. Ja. Hier krijg je dan 1 derde min a tot de derde gedeelte 3. Dan kun je a dan naar de andere kant brengen. Dan krijg je 2 a tot de derde gedeelte 3. Is gelijk aan 1 derde. Of 2 a tot de derde 3 is 1. Of a tot de derde is 1 tweede. Dat betekent a is de derde wortel 1 gedeeld door 2. Dus 1 gedeeld door de derde wortel 2. Wat antwoord B is. Dus B 1 derde wortel 2. Dankjewel, bye bye.